Welkom allemaal. Ja, ik ga jullie vandaag iets vertellen over sonic branding. Sonic branding is dus nadenken over wat geluid kan doen voor je merk eigenlijk. Dus wat jij net al zei, iedereen denkt na over kleuren en over lettertypen. Maar niemand denkt na over ja, hoe klink ik eigenlijk op tv en tijdens events en op mijn website en dergelijke. Heel kort Massive Music. Dit is ons pand in Amsterdam. We zijn een Amsterdams bedrijf. We zijn nu over de hele wereld, maar we zijn gewoon een Nederlands Amsterdams bedrijf. En we zijn groot geworden. 10 jaar geleden zijn we begonnen. We zijn groot geworden met het maken van muziek voor tv-commercials. En de laatste die we hebben gedaan is de Nike-commercial voor de Wereldcup. Dus hier ziet met Rooney en Ronaldo en nog wat andere sterren die er helaas niet van de partij zijn. Maar dat hebben wij dus gedaan. Dus daar ken je ons misschien van. Een aantal jaar geleden zijn wij met sonic branding begonnen. Ook omdat we vanuit de markt heel vaak de vraag kregen van een merk van ja, leuk die muziek voor onze tv-commercial, te gek. Maar ja, kunnen we niet een stuk muziek hebben laten componeren voor ons waar we een aantal jaar mee vooruit kunnen. En die we ook kunnen gebruiken in de alle verschillende touchpoints. En toen hebben wij besloten van hey, sonic branding, daar is markt voor en dat gaan we uitwerken. En daar hebben we een propositie omheen gebouwd. En voordat ik daar nou meer over ga vertellen, ga ik gewoon eerst jullie een filmpje laten zien. De Sonic Branding trailer, die duurt 5 minuten en die legt uit wat Sonic Branding is en wat het voor een merk kan doen. En dan pakken we het daarna weer even op. Hij start niet? Sonic Branding. What is it and what can it do for you and your brand? The most important question is, what does your brand sound like? With the constant development of media and the evolution of our audiovisual technology, people are constantly bombarded with audio from all directions every day. Which means it's becoming more difficult to be heard in this increasing chaos of messages. However, there is a way to stand out. It's a well-known fact that distinguished companies express their own corporate communications with both a visual logo and a house style. But what about consistency in hearing? It's been proven that sound is a strong memory trigger because it heightens the brain's ability to recall information. For example, sometimes you can tell what an object is just by the sound it makes. And by using only a few sounds, it's possible for you to hear what time of day it is. And hearing specific music, we might create an alarming situation. Or put you in an entertaining place. It can also take us to different locations all over the world. Certain sounds can even make it seem as if you're dreaming. Or tell you to wake up. Brands can take advantage of this anchoring in the brain by using their own sound as part of their corporate communications. For this, some brands already use the power of a sound logo, like this. Or this one. Or this. Some brands even use a complete song to base their logo on. Or, like this tune that hasn't been aired for years, but which many people still connect to the brand. There are many ways to use sonic branding. Let's take a brand's sound logo and examine a few basic aspects. Imagine this brand also uses a friendly voiceover. Good afternoon. Hola. ¿Cómo estás? Guten Tag, meine Damen und Herren. Now let's expand the sound logo to a corporate loop. And combine this with the voice for the phone. Welcome to our company. Used in the company's call center. Please hold the line. We'll be right with you. Or maybe in a more acoustic version for the ambient sound in their business lounge. Welcome. We hope you enjoy your stay. Our staff will be at your service. Suppose this brand wants to use a contemporary soundtrack for its TV commercial.
maybe add its voiceover to explain some details. Get our newest product at your local dealer or check our website for more information. They can also think of having their own song at a company event or at a club night. Or even a rock song at a sponsored festival. Or maybe they'd like to reach a completely different audience. These decisions depend on the brand's marketing strategy. So if you take these sonic expressions, match them with the brand values, and use them in a consistent way, at the right places, then sound becomes an indispensable part of the corporate identity. Moreover, according to Martin Lindstrom, 74% of Europeans recognize the Nokia ringtone and associate the tone with the brand. AT&T found that when put on silent hold, nearly 60% of all callers hang up. Hargreaves and North of Leicester University found that ads with music that fit the brand are 96% more likely to be remembered than those with non-fit music. They also found that respondents are 24% more likely to purchase the product in an ad which featured fit music rather than non-fit music. With all this information in mind, we at Massive Music truly believe that sound is an indispensable component of your brand strategy. Giving your brand its audio DNA. We would like to thank you for your audible attention and look forward to hearing you in the near future. Nou, dat is wat Sonic Branding is en wat het kan doen. En ja, we weten allemaal dat muziek ontzettend belangrijk is. Dat muziek ook echt in je hoofd blijft zitten. De Duitsers noemen dat een oorwurm en de Engelsen die spreken van emotional anchoring. Het is gewoon zo, als je een nummer hebt gehoord en dat koppel je aan een bepaalde gebeurtenis, dan blijft die combinatie blijft in je hoofd zitten. Als jij op vakantie, toen je 15 was, in een discotheek ergens iemand hebt gezoend of zo op een bepaald nummer en je hoort dat nummer weer terug, dan denk je weer terug aan die vakantie. Zo sterk werkt muziek. En zo kan het dus ook voor je merk werken. Even heel kort een overzicht waar het uit bestaat, Sonic Branding. Je kan eigenlijk die Sonic Expressions in een aantal hoofdgroepen indelen. Eén is een soundlogo. Dus het is een heel kort, het is eigenlijk een auditieve handtekening. Heel kort even een paar tonen of een bepaalde sound. Wat eigenlijk het equivalent is van je visuele logo. Daarnaast heb je een jingle. Werd vroeger heel vaak gebruikt, tegenwoordig niet meer zoveel. Een soort gezongen logo eigenlijk. Muziek, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Wat voor soort muziek gebruik je? En dus is dat consistent in alle media die je gebruikt? Ambient, dat is geen muziek, maar dat is meer een soort soundscape. Je ziet bijvoorbeeld in retail heel veel in winkels die een bepaalde ambiance willen. Of om klanten langer te houden, of juist sommige klanten buiten te sluiten. Wat bijvoorbeeld Abercrombie & Fitch doet in New York. Knijterharde muziek, elk half uur hetzelfde. En als je daar niet van houdt, ja, dan moet je daar ook geen kleren kopen. En een stem. Een stem is heel belangrijk. Dat is de spreekbuis van je merk. Dus wie spreek je commercials in? Wie heb je als je opbelt in je callcenter? Heb je daarover nagedacht en zet je dat wederom consequent in? Nou, vervolgens ga je kijken van nou, welke media, welke touchpoints ben ik allemaal aanwezig en hoe ga ik het dan daarin uitvoeren? De mogelijkheden zijn eindeloos. Ook in brand activation zie je dat het veel wordt gebruikt. Dit is een voorbeeld van Honda, wat Honda heeft gedaan voor de Honda Civic commercial. Geluid. Let's drive this thing and see what it sounds like. Yeah. Wat je hier dus ziet is dat ze in de weg hebben ze een melodie gecarved. In dit geval de Willem Tell tune. En elke keer als die auto eroverheen reed, hoorde je die song. Dus een enorm succes. En ik moest steeds harder gaan praten. En de buurt werd helemaal gek van, want iedereen wilde over die weg rijden om elke keer weer dat nummer te horen. Dus je kan met muziek alle kanten op. De mogelijkheden zijn eindeloos. Dankjewel.